Lieve Marcel, allereerst hartelijk bedankt dat wij hier bij jou thuis mogen zijn voor de gastvrijheid en dat wij uitgenodigd zijn om dit interview met jou te mogen doen. Zoals je weet ben je voor mij een heel groot voorbeeld en inspireer je me in alles zeg maar, wat je doet samen met jouw zielenmaatje Marijke. Daar wil ik jou voor bedanken en Marijke ook uiteraard. In de tijd die ik met jou samen heb, zeg maar, wil ik het vooral hebben zeg maar, over de agenda van het transhumanisme, waar ik me oprecht zorgen over maak. En daarnaast wil ik een stuk hebben over het Kaliyuga-tijdperk, ook wel het IJzertijdperk genoemd, waar we nu in zitten en ook nog op het einde. Vooral om mensen te motiveren en inspireren in de tijd zeg maar, die we nog hebben. Om maar gelijk met de eerste vraag te beginnen. Zoals je weet maak ik me oprecht zorgen over het sluipende gevaar wat betreft de transhumanisme agenda. Ofwel het ombouwen van de mens. Kun je zeggen dat deze agenda leidt tot het einde van de mensheid zoals wij die nu kennen? En dan plopt een passage zeg maar, gelijk in mijn hoofd van het geheime boek van Johannes. Waarin wordt geschreven van de machtige Agontoy trachtte de mensheid voor eeuwig tot slavernij te brengen. Uit Nag Hammadi, hè? Absoluut, ja. Ja, ja Luzzardo, ook aan jou dank dat je dit zo voorbereid hebt. De storm die eraan komt, daar gaan we vooral over praten, maar ook vooral de storm die er al is. Er is heel veel in de wereld aan de gang. En de meeste mensen hebben hun focus op de uiterlijke dingen die gebeuren. Ze horen over de Oekraïne en de grote oorlog die er is. Die een oorlog tussen Rusland, NATO, Amerika, China, Korea, de grootmachten is. Volkomen volgens de voorzegging van Yeshua, die we als Jezus kenden. U zult in de eindcyclus horen van vele oorlogen. Vele hongersnoden. Vele ziektes, in het Grieks staat er zelfs een term die je kunt vertalen met pandemieën. En u zult ook horen over allerlei rampen en hoe broeder tegen broeder en zuster tegen zuster zal opstaan. Dat is overduidelijk te zien, iedere dag als je zou willen. Een oorlog aan de buitenkant, omdat misschien ook talloze vergeten zijn dat de kracht in de binnenkant zit. Dan hebben we een gigaprobleem met het klimaat, dat aan alle kanten gemanipuleerd wordt. We zitten met een eindeloos gemanipuleerd vluchtelingenprobleem, waarbij niet gekeken wordt naar de oorzaken van de oude oorlogen die in die landen geboekerd hebben. We zitten vooral met een onzichtbare oorlog, en daar kom ik bij jouw eerste vraag, namelijk de ultieme poging in deze eindcyclus van een hele grote cyclus om de mens volledig tot robot, mens, cyborg om te bouwen. Het is de oorlog tegen de ziel. Oorlog, het is absoluut een oorlog tegen de ziel. Ik zou je van beneden tientallen boeken, maar die zijn helemaal niet nodig, want je kunt met je ziel voelen, boeken van top mensen ook aanreiken die bij regeringen en geheime diensten nauwelijks of nooit gelezen worden, maar waarin ze openlijk verklaren, dit is een oorlog tegen de ziel. Dan kom ik bij een figuur die ik jaren geleden diep begon te lezen, ook vanuit mijn opleiding antropologie. Ik mocht daarnaast filosofie doen, religiewetenschap. En naast culturele antropologie was je verplicht toen op de universiteit ook fysische antropologie te doen, de evolutieleer. Waar ik getracht heb in Code Rood, die nog steeds op onze website is te bekijken, de eerste schuifdeurtjes onder deze volkomen gemanipuleerde valse leer weg te halen. Darwin was lid van een geheim genootschap, Fabian Society. En dan springen we meteen even naar de basis van het transhumanisme bij Julian Huxley. Ook lid van de Fabian Society. Dat wordt je nooit onderricht, wat het is, wie dat zijn, welke topfiguren erin zaten, welke plannen ze al hadden, toen al, eigenlijk al op het eind van de 18e, 19e eeuw, nog eerder bij de term die misbruikt wordt van de Illuminati, 18e eeuw. En Huxley die zegt gewoon open en bloot, je hoeft maar een beetje onderzoek te doen.
Er is maar één mogelijke oplossing voor de mens en dat wordt de basis later van het hele transhumanisme. We hebben een biologische evolutie, zegt hij, en die is ten einde. Hij zegt, deze ideologie, deze filosofie is de basis omdat de biologische evolutie nu afloopt, om de mens om te gaan bouwen, om te gaan vormen naar contact met de machine. Maar later ook Ray Kurzweil, die grote connecties met Israël heeft, over praat, open en bloot, dat we een cyborg-mens moeten hebben. En tevens een van de gevaarlijkste mensen ter wereld. Een van de gevaarlijkste, ja. Voor die lezing in Delft, waar Koen Vermeer een prachtig boek over geschreven heeft, Tegengeluid. Ik raad het echt aan, niet als propaganda of reclame, maar we moeten soms dingen met naam en toenaam noemen. En op die dia zie je een dialoog tussen, even herinnerend, Kurzweil en Bill Gates. Oligarchen, multimiljonairs. Naar mijn gevoel en mening word je alleen maar steenrijk als je handen zo staat. En dan zeggen ze in die dia, wij kunnen eigenlijk het heelal een ziel geven. Ja, het heelal. Moet je weten dat het woord universum... Parel. Nee, dat is kosmos. Kosmos betekent in het Grieks parel. En universum, unus en vertere, alles in de schepping is connected. We hebben helemaal geen elektronica voor nodig. Dat betekent dus dat er een bezieling door de mater, de moeder, materie gaat, die alles op een briljante wijze, dat is mijn ervaring, als een wetenschapper die niks voorstelt, want de wetenschap hebben we het al vaker over gehad, is een schapje weten. En weten alles, steeds meer van steeds minder. Hè? Zeker. Ja. Alles is geconnecteerd. En dan gaan er twee van die technologen, die gaan daar even zeggen, beide forse aanhangers van transhumanisme. Kijk, wij gaan, en hun koppetjes gaan dan zo staan. Je kunt hoogmoed ook aan de lichaamshouding herkennen, aan de gebaren, aan de ooguitdrukking. Wij gaan het heelal een ziel geven. Terug naar Huxley, terug naar Kurzweil, die eigenlijk ook enorm achter het transhumanisme staat, verbonden wat bijna iedereen inmiddels gelukkig weet, met het World Economic Forum van Davos Schwab, die ook een sterke band met Israël heeft, hoogleraar in de politieke wetenschappen was in Genève, en kringen van duizenden topwetenschappers, presidenten, politici heeft, en openlijk in zijn Fourth Industrial Revolution, zijn vierde industriële revolutie, openlijk verklaart de oplossing voor de mens, transhumanisme, met chip. Hun oplossing. Ja. Hij noemde het de. En dat betekent dus, wat ik in 2006 heb mogen schrijven in het boek Worden we wakker, wat eindigt met de chip in de mens, dat dat nu ook volkomen aan de gang is in verband met transhumanisme. Hoe, Luciano? Die ideologie, die wil de technowetenschappen, die vooral in Silicon Valley, waar alle imitatiegeesten bij elkaar komen en multimiljardair zijn, een onvoorstelbare schade aanrichten aan de schepping. Onvoorstelbaar. Die komen bij elkaar met een groepje en die zeggen, wij gaan de democratie een beetje verder helpen en beslissen met een 4-5 kernfiguren wat er met ons gaat gebeuren. Ja, wij zijn niet uitgenodigd. Wij zijn nooit gevraagd, nooit uitgenodigd. Sterker, dat gaat dwars over ons heen. En daarom heb ik openlijk in bepaalde lezingen verklaard, de democratie is demoncratie geworden. Want de kwade krachten die de mens in een robot met nanotechnologie, met robotica, met genetica, de CRISP-methode, knippen, plakken en scheuren, je volledig, let op, binnen nu en anderhalf jaar willen ze meer dan de helft van de mensheid weg van deze planeet. Het is niet voor niks dat de Guidestones, die ooit zeiden, ja, 500 miljoen is genoeg, hè, dat die vergruzeld zijn door mensen die zeiden, weg daarmee. Maar nu proberen ze ons volledig, en dat is geen complotverhaal, want ik zeg openlijk, iedereen die dit complotverhalen noemt, heeft zijn werk of haar werk niet gedaan. Ja, want als goede mensen zwijgen, dan rukt het kwaad er ook op. Hè? Juist. Want zodra als wij hier niet over praten, dan is de kans heel groot dat wij heel groot, Luciano. De kans is niet alleen heel groot. De tijd van zwijgen
laten we zeggen, in de tijd van de Boeddha en de eerste meditatieve christenen kon je nog terugtrekken in kloosters. Mijn wens als jonge man was ook in een grot terug te trekken toen ik jong was. En alleen mensen die op mijn pad kwamen, had ik besloten, daar spreek ik mee. Het omgekeerde heb ik moeten doen. Honderden lezingen, honderden artikelen, tientallen boeken. En ik voel zo diep in mijn hart, de tijd van zwijgen is voorbij. Het gaat op leven en dood. Ik kan ook wel zeggen dat je juist de stroom inging, ja. Om uiteindelijk bij de bron terecht te komen. En als ik praat over leven of dood, dan bedoel ik niet de gewone dood waar de meeste mensen bang voor zijn, maar een zielenpoging dood om iets diepers in ons kapot te maken. Dat we straks in ons gesprek mogelijk dezelfde conclusie trekken, dat dit nooit zal slagen, kan alleen maar doordat mensen in pijlsnel tempo bewust worden dat er krachten zijn in de kosmos. En dat bedoel ik niet mee een galactische federatie die zegt, ik kom morgen met een leger jou helpen. Nee, kijk in de spiegel, de bevrijder staat iedere morgen naar je te kijken. En je hebt leringen, je hebt uitleggingen, angelioi, blijde boodschappen, ja. Waardoor je jezelf kunt aanpakken. En met die kennis, die gnosis, kun je ook de transhumane ideologie verslaan. Want het is een gevecht. Als bijvoorbeeld Delgado, Een naam die ik in Worden We Wakker al een keer genoemd heb. Als die laatste tijd nog openlijk heeft gezegd, er komt een gevaar op de mensheid af, zo groot, daar is het nucleaire gebeuren niets bij. Allemaal antichristos in ons en antichristenen. In het Grieks betekent het woord christoi goede mensen, niet meer. De mensen die voor de liefde kiezen, voor waarheid kiezen, die kiezen voor een levensstijl die klopt met de dharma, de kosmische wet die alles bestuurt met liefde en licht en waarheid. En die zijn onvoorstelbaar aangepakt, uitgeroeid. Daarnaast heb je een exoterische kerk gekregen. Allemaal mannen die de vrouw onderdrukken, terwijl de mooiste wijsheid uit de vrouwen rondom Yeshua, ook bij de Boeddha, kwam door vrouwen. Dus je ziet hier een gebeuren, ook vanuit transhumanisme. Al die mensen, of er nou Huxley is, of je praat over Kurzweil, of over Bill Gates, of over Soros, die het ook enorm steunt en financiert. Harari. Allemaal uit dezelfde cirkelen. Ze hebben allemaal connecties met een bepaalde groep waarvan je zegt, wat is hier aan de gang? Echt ernstig. En die zijn allemaal atheïst. Harari heeft ooit gezegd, kijk, wij gaan naar de cyborgmens toe. Dat is onvermijdelijk. En dan zegt hij, puttend uit mijn bloedgeheugen, dan zegt hij, kijk, de mensen hebben religie gehad. En dan noemt hij typisch christenen als voorbeeld, christenen. Dus hij, de Joodse man, die ook hoogleraar in Jeruzalem is, die verzet zich tegen de christenen door een voorbeeld te nemen. Kijk eens naar de christenen, zegt hij. Dat is toch allemaal oplichterij, noem maar op. En als we nou eens gadgets geven, spelletjes met computer en virtuele werkelijkheden met een brilletje erbij, kunnen ze zich veel beter amuseren. En ze hebben een doel, ik denk dat ik hem bijna letterlijk citeer, ze hebben een doel en een zin in hun leven. Ja, straks zo'n virtuele bril op en dan kijk, oh, het is toch niet waar. Inderdaad, het is niet waar. Om trouwens even terug te komen bij die Harari. Ik haal hem even aan. De opkomst van de digitale dictatoren door de corporaties en overheden zal mogelijkheden bieden om alle mensen systematisch te hacken. Mensen zijn nu dieren die gehackt kunnen worden. Het hele idee dat mensen een ziel hebben of een spirit, dat iemand weet wat er zich binnenin hun afspeelt en of dat ze een vrije wil hebben, is voorbij. Dit is toch onthutsend? Ja, is verschrikkelijk. Ik ben blij met verdriet dat je dit voorleest, want het is onthutsend. Vrije wil. Er is een filosoof, de meest bekende op dit moment, Samuel Harris. En die zegt openlijk in zijn boek, zoals ook Dr. Schwab, niet te verwarren met de Schwab in Davos, maar Dick Schwab van Wij zijn het brein, ja? Moet je naar, wij zijn het brein. Stel je voor, ik zeg, ik ben het brein. Dan moet ik me eerst al vragen, wie is dat ik dat zegt? Wat is zijn, ben? En wat is het brein?
Ik herinner me nog het boek wat ik een paar jaar geleden heb gelezen van Samuel Harris, dat Dick Schwab, dus van Ik ben het brein, een voorwoord schrijft bij deze man die zegt, er is geen vrije wil. En dan gaan ze berekenen met computers, altijd computers, computers, computers. Was het niet John Mohawk, hoofd van de Seneca-Indianen, die ooit zei, de computer zegt, die zal uiteindelijk de mens vernietigen. Vernietigen. En dat bedoelt hij niet dat dat altijd is, want zouden we goed met ook technologie in dit stadium omgaan, wijs, dan zouden we heel andere effecten hebben. Ja, dat is ook eigenlijk mijn tweede vraag. Want je kan eigenlijk wel vaststellen dat we nu al in het hele transhumanisme zitten, ja. Omdat de slimheid de wijsheid heeft vervangen. En voordat je daar verder op gaat antwoorden, wil ik nog een keer, althans heb ik laatst nog een mooi stukje tekst gevonden die jij wellicht geschreven hebt, waar ik wel om moest lachen, maar in feite is het eigenlijk gewoon heel erg triest. Heerlijk toch al die smart mensen met hun eindeloze gadgetwensen. Wijsheid is door slimheid verdreven. Privacy is ingeruild voor veiligheid. De meesten doen dit zonder spijt. We googelen wat af, op het einde back off. Dat is lang geleden geschreven. Als je gewoon waarneemt, hè? Bijna iedereen heeft een smartphone. En ik denk, zou je er goed mee omgaan, heilzaam. Niets is goed of slecht a priori. Hè? Het is ook de manier waarom je ermee omgaat. Dat ik hem niet heb, bewijst niet dat ik beter ben of slechter. Maar kijk eens wat we hebben. Smart car. Dat is een slimme auto. Smart schoenen zelfs. Hè? Dus je kan niet meer de natuur in wandelen. En is het te koud, dan gaan die schoenen opwarmen. Ik heb als antropoloog ook met primitieve volkeren te maken gehad. Nou, die zijn buitengewoon wijs en slimmer dan menig een. In de betekenis van wijzer, dan menig beschaafd iemand die met een schaaf afgesleten is in zijn ziel. Slimme schoenen, slimme auto, slimme steden. Men spreekt openlijk over smart cities. We hebben smart eigenlijk in de voeding, in de bioscopen. We hebben het in de grote industrieën. Overal is smart, smart, smart. Vroeger had ik heel veel respect voor een groot filosoof, Gabriel Marcel. Dan praten we toch al bijna over een kleine eeuw geleden, toen hij geboren werd. Die heeft een boek geschreven. En toen al waarschuwde die, er komt iets aan naar de mens als die zich overlevert, zegt hij, aan de technologie zonder grenzen. Gaat niet om mezelf. Hij was de tegenpool van een filosoof die in Frankrijk zeer beroemd was, Jean-Paul Sartre. Ik herinner me nog dat Charles de Gaulle ooit zei, in de revolutie die er nu weer is, er is weer revolutie in Frankrijk, aan alle kanten brandde het in Frankrijk. Toen zei hij, vous pouvez arrêter chacun, mais jamais Jean-Paul Sartre. Je mag iedereen arresteren, maar nooit Jean-Paul Sartre. Want, zegt hij, la révolution est là. Ik bestudeerde Sartre op de universiteit. Schok van zijn filosofie. Ik had een lieve zus die ieder jaar met mij naar Frankrijk ging, vooral Parijs. En heb hem daar persoonlijk mogen ontmoeten. Ik schok van zijn ooguitdrukking. Ik las al zijn werken, Dieu et le diable, God en de duivel. En ik verbaasde me dat deze Joodse filosoof, waar hij nooit voor uitkwam, ik heb niks met God, zegt hij. Weg ermee. Le néant, het niets. Weet je hoe die gestorven is? In de armen van een rabbi. Zo bang was hij voor de dood. Zo bang. Een man die dat maskeerde en stierf met angst in de armen van een rabbi. Hij was ook al een van de voorlopers van het grote atheïsme, wat later mede gevoed heeft in al die transhumane bewegingen. Hij nagaat wat er eigenlijk aan de gang is, is al een paar eeuwen oud en bereikt nu zijn hoogtepunt. En ik ben er zeker van, als wij het komende anderhalf jaar, moeten niet pinnen op een weekje of een halve maand of een maandje langer, niet super alert zijn. Ik ben zelfs voorstander van weerstand, resistentie, collectief. Maar doe dat nooit, nooit, nooit met geweld. Ja. Je kan de strijd wel aangaan, maar zonder je ware zelf met die strijd verbinden. Juist. Wij zijn niet de Arjuna's uit het tijdperk van de Bhagavad Gita met Kurukshetra.
wat prachtige leringen heeft voor deze tijd. Maar we zijn het tijdperk waarin Gandhi ook geleerd heeft van dat geweld nooit iets oplost, maar dat je in geweldloosheid, in ahimsa moet blijven. En ja, ik weet niet meer van wie dat komt, maar volgens mij van David Icke. Je had ook zo'n mooie spreuk van goed geweld bestaat niet. Nee, dat is volkomen waar. Het grootste gevaar zit op dit moment, als je naar de ombouwing van de mens kijkt, het transhumanisme, dus boven het humane uit, hè, robotica, cyborgmens, is eigenlijk de artificiële intelligentie. Dat gaat in een tempo onvoorstelbaar achter de schermen. Af en toe, wij kijken wel eens naar het nieuws, en dan komt er af en toe, ook Elon Musk was een keer openlijk een half uur lang op het nieuws. Dat gaat met een vaart. Hè. Als je bijvoorbeeld, wat ik een vriendin heb gevraagd, wil je dat voor mij uitzoeken? Wat is ChatGPT? Ik begreep het wel hoor, wat ze daar zeggen. Als je ziet dat ze daarmee alles al bijna kunnen, muziek maken. We hebben het een keer beluisterd, hè, via een aparte omroep. Hoor je Beethoven. Nou, ik denk dat die heet van boven werd hoor. Je mist daar echt de ziel in die muziek. En je kan met die artificiële intelligentie boeken, rapporten schrijven, statuten maken. Het was Goldman Sachs. Die heeft nog 4 dagen geleden verklaard. De artificiële intelligentie, zegt hij, gaat minimaal binnen nu en 2 jaar 300 miljoen mensen ontslaan. De eigenlijke rapporten zeggen 1 tot 1,5 miljard. Wat gebeurt er met die mensen? Hopeloos, verdrietig. Die weten geen uitweg, krijgen geen uitkeringen. Frankrijk verkeert in enorme problemen op dit moment. Niet alleen Frankrijk, heel Europa, heel de wereld. Dus die AI die maar oprukt en maar oprukt en maar oprukt. Ik weet niet of jou de naam professor Petit iets zegt. Ik heb hem in mijn boek Worden we wakker al een paar keer aangehaald. Die zegt openlijk. Het gevaar van artificiële intelligentie is gigantisch. Daar is de nucleaire bom niks bij. Anderen hebben dat ook verklaard. Delgado ook. Niks. En dat rukt achter de schermen op als een onzichtbare oorlog. En die oorlog hebben de meeste mensen door klimaatverandering, klimaatopwarming, orkaan na orkaan, storm na storm, tsunami na tsunami, hebben ze niet in de gaten. En dat is een prachtige dekmantel als je achter al die rampen een heleboel mensen kunt wegvegen. Het lijden is verschrikkelijk. Soms heb ik de tranen letterlijk in mijn ogen als ik denk, maar mijn hemel, mensen, dieren, planten, bomen, een lijden van je welzijn, dat wordt gewoon... Pst. En dan, achter die schermen, wordt vanuit Silicon Valley, vanuit bepaalde universiteiten, waar Delft ook in zit, maar ook in Eindhoven, hè, vergeten we niet dat Philips, Leon Philips, was de grootste subsidiegever van Karl Marx. En Philips zit nu ook in dit gebeuren. Want die hele lobby daar van Marx, Engels, zijn ideoloog die hem steunde als steenrijke industrieel, Heinrich Heine, allemaal uit dezelfde groep, steunden hem. En die hebben mede, hoor je goed, door hun communisme de basis gelegd voor transhumanisme. Want transhumanisme wordt gevoed door communisme. Karl Marx was, ik leg het verband naar transhumanisme hoor, satanist, haatte God, heeft een boek geschreven wat niemand bijna kent, tegen de Joden. Karl Marx, als een zoon van de rabbijnen, ja, een zoon van de rabbijnen, een boek geschreven tegen de Joden. Zoals hier in Frankrijk, Voltaire, iedereen, Voltaire zei toen en toen. En als jij iets zegt, ben jij antisemiet of wat dan ook, maar Voltaire heeft een boek geschreven, anti-le-juif. Ik ben niet tegen Joden bijvoorbeeld. Parels van vrienden zijn Joods. En die hebben ooit gezegd, als jij ooit moet vluchten, mag je bij ons komen. Parels van vrienden. De opstand in Israël, kijk eens naar de 100.000 prachtige Joodse mensen die daar opstaan en reageren tegen die oude schriftgeleerden die de Talmud uit het verleden weer willen installeren. Karl Marx, gevoed door de Talmud, gevoed door atheïsme, gevoed door drank, gebruikte veel drugs. Dat doen een heleboel van die nerds tegenwoordig. Hè. Karl Marx, ideoloog van een onvoorstelbaar lijden in de wereld,
wat tot in Rusland en China voor, mag ik het noemen, honderden miljoenen doden heeft gezorgd. Waarvan de basis, maak je studiemensen als je me aanvalt, niet-semiet, anti-christen was. Ze hebben in Rusland bijvoorbeeld duizenden kerken begonnen ze met te verbranden. Duizenden christenen. Gemarteld, gefolterd, waarvan Solzhenitsyn zei in de Goedige Archipel, de ergste van de Bolsjewieken, ik hoef het niet toe te lichten, waren zij. Alle revoluties, Russische, Franse, Duitse, Roemeense, alle revoluties zijn door hen die een haat naar God. Ja, dat is verschrikkelijk. Onvoorstelbaar. Ja. En ik zeg dat niet om iemand te kwetsen. Ik zeg dat niet om iets te doen, opzetten tegen elkaar. Want ik heb notabene zelf Joodse wortels, hè. Messing is een Joodse naam. Ik ben niet geboren in een Joods gezin in dit leven. Maar ik herinner me glashard. Mag ik het eens zeggen? Ja, natuurlijk. Na een contact met professor van Praag, een fantastische Joodse hoogleraar, waar ik een beetje mee bevriend was. En Henri van Praag, die hielp mij een keer, want ik zei, ik heb toch last van iets. Hij zei, wat is het maar zo? Ik zeg, ik herinner me bepaalde dingen gewoon in mijn levensstroom. Wat men tegenwoordig reïncarnatie noemt en waar men ook veel te veel aan hangt. Maar wat wel belangrijk is om dingen die daarin gebeurd zijn op te lossen. En toen zei ik, herinner mij een verzetsperiode, de Tweede Wereldoorlog. Niet gewelddadig, maar met een heleboel mensen tegen wat daar gebeurde. Ik ging een trap op en ik werd gefusilleerd in mijn rug. Toen zei hij, wat je zegt klopt. Hij zei, weet je wat je moet doen? Ga naar Praag, daar heb je Joods kerkhof. Noem maar even kerkhof, ga de trappen af en je zult weten. Ik heb toen ook het paleis bezocht van de koningen, waar een ongelooflijke esotericus John Dee adviseur van de koningen was. Overigens bij alle politici zie je iemand achter de schermen, hoor, allemaal. Ik ging de trap af en ik zie daar voor mijn geestesoog, glashelder, zo groot, met zelfs een letter M erbinnen, Messing, gedood 18 november 1944. En ik ben geboren 18 november 1945. Ik ben geen schorpioen, want schorpioen is een tijd. Je moet uiteindelijk adelaar de vlucht van de geest begrijpen. Er ging een rilling door me heen. Ik heb de documenten opgevraagd. Helemaal klopt ook met mijn herinnering. Dat probleem dat ik daar af en toe wel eens een keer van wakker werd, was volledig weg. En ik begon stap voor stap die filosofieën allemaal te bestuderen, te lezen, contacten, ontmoetingen wereldwijd. En ik zag dat wat we later argonten noemen, kwade krachten, demonische krachten, die ook in het transhumanisme met diezelfde groep onvoorstelbaar werkzaam zijn. Ja, want het is goed om te weten dat die machten en krachten op deze wereld eigenlijk het gereedschap zijn, zeg maar, van die agontische krachten. Ja. In ruil voor hun inspanningen verkrijgen zij macht, ja, absoluut, en de kracht, zeg maar. En dan moeten we eerst weten, wat is een agont? Want die krachten sturen ook het hele, ja, transhumanisme, ja, het hele marxisme aan. Want Schwab met zijn WEF is puur communisme. Je zult later niets meer hebben, zegt hij, maar zo gelukkig, ja, zijn. Maar daar komen we dadelijk op terug, Marcel. Okay. Ik wil even terug naar die Elon Musk. Waarom wil het bedrijf van Elon Musk, hè, de man van de 10.000 satellieten, de hersenen koppelen aan een computer? Sterker, hij heeft er inmiddels al meer dan 20.000 in de lucht. Hij heeft er nog onlangs een paar aan Oekraïne geleverd, terwijl hij van tevoren zei, ik ga nooit in die oorlog komen. Wat natuurlijk weer woede oproept bij de Russen en weer een glimlach van de NATO. Want zolang wij nog in vijandbeelden denken en niet bereid zijn tot een dialoog, hè, dat geldt ook naar beschuldigingen van complotdenker, antisemiet, fascist, extreem rechts. Wij moeten een dialoog met elkaar, een dialoog aandurven. Een werkelijke democratie, een werkelijke, durft iedere ontmoeting, ieder gesprek, iedere poging om elkaar te begrijpen aan. Elon Musk. Kenmerkend van zijn programma's is de letter X. Nu zijn het oude mysteriediensten van voor de Christus. Christus die ook heel veel demonen letterlijk uitdreef, letterlijk. Maar die demonen die hij uitdrijft, die werden in de oude mysterietempels genoemd X.
onbekend. Ja, want dan kom je heel vaak terug bij hem. SpaceX.com, Albedrijf. Alles. Of het AI-bedrijf heet X. Ja. Ja, Twitter inderdaad. Ja. X is in de inwijdingskennis het onbekende. He, ook in de algebra, X is het onbekende. Alleen, heel veel van die mensen die dat gebruiken, weten heel veel. Heel veel. Maar ze weten niet dat de kinderen van het licht, die hier letterlijk nu op aarde met velen zijn, heel velen, hun nog veel meer doorhebben dan zij denken ons door te hebben. X staat voor het onbekende, ook het geheim, dus wat je achter de coulissen geheim houdt. Nou, dan heeft die X-Space, wat wil hij doen? Bijvoorbeeld, hij wil naar Mars. Wat wil hij daar doen? Hij zegt het openlijk, wil de atmosfeer daar veranderen, want het is daar 50 graden, zegt hij, het is te koud. En als die atmosfeer verandert, zegt hij, dan kunnen we laboratoria bouwen en allerlei dingen met genetica doen. We kunnen een kolonie, noemt hij letterlijk mensen alvast, daar neerzetten. En dan ga je in de geschiedenis Mars na, oorlogsplaneet, die ook verwant is, hij zegt, met wat? Nibiru. Planet X. Planet X. En Planet X had als uitvalbasis planeet Mars, waarvan in de Sumerische geschriften staat, wat? Dat ze daar al laboratoria hadden en allerlei toestanden. Als Armstrong, de cosmonaut, velen ontkennen dat, zegt, oh my god, they are looking to us, op de maan. De maan, Mars, Venus, Jupiter, en alle oude geschriften. En ik heb daar echt heel lang onderzoek in gedaan. Veel gesprekken mee gehad. Heel veel gesprekken met heel veel mensen. Staan vol, als je je werk met elkaar goed doet, van dat wat Christus noemt, het huis van mijn vader, de kosmos, heeft vele woningen. Het is overal bevolkt met prachtige entiteiten, prachtige wezens, verder ontwikkeld dan wij, maar ook die nog boosaardig zijn, kwaad. Dat is een schaduw die mogelijk is door de ene met toestemming. Dus, Elon Musk, SpaceX, Twitter X. En wat doet hij met Twitter? Ja. En even trouwens terug te komen over die X. Ik heb het uitgezocht, maar wat dat precies betekent, hè, die X'en. Ja, dat is goed. En ik kwam dit tegen. X is een symbool van de beëindiging, vernietiging. X benadrukt emotionele verwarring en dat men op zijn hoede moet zijn. En de X is ook een symbool voor mysterieuze ervaringen en onbekende resultaten. Sluit het toch volledig aan? Ja. Ik vind het prachtig, want je hoort prachtig in de lelijke zin natuurlijk. Ja. Maar dit is juist. Nibiru, dat weten veel mensen nog, was een jaar of 10, 15 geleden enorm in trek. Hè? Om de 3160 jaar kwam die in een bepaalde cirkel, noem maar op. Ga je de oude Sumerische geschriften studeren, dan lees je dat daar Dingirs op woonden. Wachters. Watchers. En dan kijken we even naar de Hof van Din, werd die vroeger genoemd. Met een E ervoor. E. Din. De tuin van E. Din. Waar de eerste ombouwing van de mens begon, die van de oorspronkelijke schepper zijn lichtkleed had, zijn lichtvonk, en hoe ze daar de imitatie gaan beginnen met de goden schiepen Adam. Adam heeft tussen haakjes in het Hebreeuws de betekenis ADM, getal 9. Getal 9, als je dat drie keer omkeert, krijg je 666. Ik heb heel veel literatuur hoe dus de totale omkering van de schepping uiteindelijk leidt tot het getal 666. En men probeert ADM, de spirituele mens, getal 9. Hè, zoals je ook heel veel getallen in de symboliek met de 8 en de 1 hebt. Proberen ze nu in de paar komende jaren zo om te bouwen dat ze de heersers zijn over Terra, over de aarde. En ze kunnen, dat is absoluut waar, via bepaalde sterrenpoorten kunnen ze hier binnenkomen, maar we gaan er straks zeker dieper op in of dat bevrijding is of niet. Terug naar Musk. Ik heb het eerder mogen beschrijven in het artikel We komen uit het licht en we keren terug in het licht, waar ik ook Musk benaderd heb in dat artikel. Het typisch is, hij zegt, als ik nou Twitter heb opgekocht en ik ga weer iedereen de vrijheid geven, inclusief Trump, hè, die van zichzelf zegt, ik ben een geniale man, zegt hij gewoon openlijk, hè. Ik ben een godsgeschenk voor Amerika. America first again. First again. En nog helaas, heel veel mensen zien hem toch nog als een soort als een van redder. Wat is America first? Als dan meteen het geluid klinkt.
We gaan het leger sterker maken. In Frankrijk worden de komende 2 jaar miljarden uitgegeven aan wapens, wapens, wapens. Waarvan George Washington al zei, want die wist van buitenaards. Ieder wapen wat wij aanschaffen, zei hij na zijn vreselijke toestanden, is roof van de hongerigen en de armen. George Washington. Wat doet Musk? Musk zegt, kijk, Twitter geven de mensen de rechten terug tot dialoog. Dan benoemt hij nog een half jaar later een dame daar die uit de top van het WEF komt en de macht krijgt over Twitter om te zeggen jij eruit, jij erin. En de rest sluit hij een verbond wat niemand mag weten, X, met de geheime diensten. Dus ze kunnen al alles controleren. Als jij hier aan de deur een postbode krijgt en ze zeggen teken eens even Marcel en ik doe het per ongeluk met mijn nagel. Pas comme ça, Marcel, avec le doigt, je moet het met je vinger doen, weten ze meteen je DNA, alles, alles. Maar Marcel, die satellieten, waar dienen die nu eigenlijk voor? Totale zeg maar, controle. Ja, totaal, hè? Totaal. En binnen nu een jaar zijn er 40.000. We praten maar even niet over de verstoring, want dat is de opzet mede, van de trilling, want alles bestaat uit trilling. Mag ik een voorbeeldje geven? Ik had hem voor de veiligheid bij me, ik dacht, je weet nooit hoe we erop komen. Moet je horen. Gekregen van een vriend Tibetaan toen we in de Tibetaanse kloosters waren. Moest horen. Waarom staat er in Johannes, proloog, in den beginne is het woord? Trilling. Alles tot in het kleinste atoom, zelfs tot in de nanobotjes, is trilling. Stel, je stuurt wat nu gebeurt, 40.000 satellieten de lucht in. We hebben in de aarde atmosferen, waarvan onder andere een sfeer die bij de massa niet bekend is, de ethersfeer, om de aarde, die ook in ons lichaam zit, die reikt tot de hoogste sfeer, de ionosfeer. Als daar het ohm klinken in den beginnen, dus bij iedere manifestatie, openbaring van een grote cyclus die nu in een eindpunt komt, alles komt tot zichtbaarheid, trilling, alles, alles. De hele schepping is te zien in zichzelf, door zichzelf, vanzelf. Als je daar dus 40.000 satellieten de lucht in zendt. Weet je dat ik ze soms 's nachts letterlijk kan horen? Maar op een andere manier. En ook wel eens zien, hè, als een trein. Dan zeg ik tegen mijn rijk, wat is dit voor een geluid? Dat is niet gewoon dat je het hoort. Dat betekent dus een trillingsfrequentiestoring van de oerliefde van het woord. En het woord is vlees geworden. Dus de trilling, de kosmische liefdesenergie, de waarheid. Maar de duisternis kan het nog niet aannemen. De duistere krachten willen niet geloven dat het licht zichtbaar is geworden. Want die trilling, die zuivere trilling, zeg maar, die zorgt ervoor ook dat we enorme sprongen kunnen maken in ons bewustzijn. Enorm. En dat willen ze dan blokkeren in feite. Enorm. Even aanhakend Musk, wat hij eigenlijk doet en wat niet naar buiten komt, want de mensen horen er niets van, ze weten er niets van. Kijk eens naar walvissen. Heb je een geluid echt eens gehoord? Bepaalde trillingen gaan alle vissen paren. Zij zijn de koningen van de oceanen. En wat doen we? De oceanen plastificeren met plastic baronnen, met vuil, met gif, met Monsanto. Het is vreselijk. Het is echt vreselijk. En ook met die toestanden waarbij hier een president van Frankrijk, die vroeger de topbankier van Rothschild was, die de hele maatschappij macroniseert, en die rustig Elon Musk als een koning ontvangt. Hij is super ver gevorderd met Neuralink. En dat betekent dus bijvoorbeeld
bij een mogelijke komende nieuwe pandemonie, je mag het ook pandemie noemen, die al helemaal is voorbereid, heeft professor Petit, een van de grootste wetenschappers ter wereld, en je kunt er nog tientallen anderen noemen, hallo, jullie kranten, jullie televisie, als je zegt, hey complotdenker, hey fascist, hey antisemiet, zoals mijn dierbare vriend David Icke wordt genoemd. Schande, doe je onderzoek. Want als je namelijk dit volgt en je weet dat hij zijn model heeft opgedaan, Musk, in China, met name in de periode dat daar de COVID uitbrak, als je weet dat men al heel ver is met fabrieken, ook in Frankrijk, een Aldebaran-fabriek. Aldebaran is een sterrenstelsel, hè? Aldebaran-fabriek? Ik wil naar Mars, Aldebaran, wat is hier aan de gang? En ze hebben het plan om in zeer korte tijd, via vaccins, met nanobotjes, nanotechnologie, dus je hebt de gewone chip van vroeger in je hand of je voorhoofd niet meer nodig, want ze doen het intern via bloed en dan stijgt het of naar je oorlelletje of via heel fijne kanaaltjes in het bloed stijgt het naar je hersenen en dan ben je een wandelende antenne geworden. Dat heeft daar ook met die 6G te maken volgens mij, hè? Alles. Daar had ik nog een stukje over. Alles, alles. Want hè, we zitten nu in dat hele 5G gebeuren, binnenkort gaan we dan over naar 6G. En ik heb gehoord dat ze 6G willen inbouwen in het lichaam van de mens. Ja. Dus dat de mens als batterij voor 6G. Ofwel, dat zijn de plannen zeg maar, van Bill Gates. Stel je voor, de elektriciteit gaat regelmatig uitvallen. Dan gaat men de 6G-chip aanbieden als alternatief. Omdat ze niet meer zonder telefoon kunnen. Ze zijn dan meteen aangesloten op de totale controle. Totaal. Ze worden geleefd. Dit is, en daarom zijn we hier bij elkaar. En ik laten we zeggen, misschien praat ik wat fel. Mijn bedoeling van het felle praten is absoluut niet, als het zo althans uitgelegd wordt, om tegen iets of iemand te belasten of wat dan ook. Maar dit is een onvoorstelbaar iets wat hier op de aarde in de komende paar jaar gaat gebeuren. En ik kan tientallen bronnen aanreiken. We hebben contact wereldwijd met kinderen van het licht, zoals ze hier, mag ik het toch even zeggen, ook zitten. Hier, letterlijk. En de een is wat meer wakker, de ander wat minder ter aarde. Maar er komt iets op ons af en we moeten ons voorbereiden op die storm. Want ombouwen tot een wandelende antenne betekent ook dat je met één klein knopje, want als je die databanken en die ondergrondse ziet, ook van Facebook, als ik dat zie, dan denk ik, in wat voor wereld zijn we hier beland met die gigatoestanden. In de punt van een speld. In de punt van de speld kunnen gigamegabytes informaties opgeslagen worden van niet 10 encyclopedieën, niet 100, niet duizenden, maar miljoenen encyclopedieën. En wat gaan we zeggen? Men zegt dat nu al. Ah ja, wij kunnen zelfs in het Akasha van de wereld lezen. Achter onze rug. Ook bijvoorbeeld niet alleen die trillingen van satellieten, maar kijk eens bijvoorbeeld naar de windmolens. In Duitsland hebben ze duizenden hectare gekapt voor windmolenterrein. En ga er eens bij staan. De vogels sterven met miljoenen. En we zijn weer trots. Als we zonnepanelen hebben met nanobotjes gekleurd die de hele ethersfeer verstoren. En als jij dat zegt, ja, dat is een esotericus die waarschijnlijk een klap van de windmolen heeft gehad. Ja? Ik heb geen klap gehad. Ik weet waar ik over praat. Dan lees ik bijvoorbeeld in kranten die vrienden of vriendinnen toesturen. De AIVD waarschuwt voor toenemende complottheorieën. Toen ik Code Rood publiceerde, in Nederlands nog steeds beschikbaar op de website, in het Frans beschikbaar op de website, daar staan topfiguren in die openlijk zeggen dat hier een wereldwijd complot aan de gang is. Maar alsjeblieft, hè, even tussendoor, want we vermoeden dat dat kwam. The Dream. Het is met hun toestemming. Ik zei, ik voel je als dierbare vrienden. Allee, ik spreek nu even letterlijk tot de regering. Als je deze man verbandt, een man vol liefde, vol weten, en jullie in je angst verbandt hem omdat hij over reptilians schrijft, maar alle oude wijsheid, ik kan je 200, 300, 500 boeken aanreiken, nog meer,
Of heb je geen tijd meer om te lezen? Deze mensen verbieden, is niet alleen een gebrek aan moed in de democratie. Dat ik daarna zou gaan spreken naar David en dus ook niet kon komen, maar geen verbod heb. Ik vind het een schande. Een schande dat een democratie zo diepe val maakt om de moed niet op te brengen als je het ergens niet mee eens bent. En dit is allemaal al zijn werk door mij gelezen. De vriendschap is lang, buitengewoon diep. En de reptilians is een onderdeel. Sta me toe, Lusado. Dierbare vriend in België, Erwin Pasmans. Kijk eens, dit doet men met zijn boeken. Verboden, de bibliotheek uitgegooid. Heinrich Heine zei al, eerst verbranden ze boeken. En Heinrich Heine was een Joods communist die later zich teruggetrokken heeft. Daarna zegt hij, verbranden ze mensen. Dat hebben ze in de tijd van de Qataren ook al gedaan. Dat wil zeggen, mens wordt echt wakker. Ga kijken wat je wilt doen. Nog meer voetbal, nog meer rugby, nog meer wielersport, nog meer Olympische Spelen. Of ga je echt wakker worden en voor je waardigheid, voor je ziel, voor je hart, voor de liefde naar alle levende wezens echt opkomen. Want de kinderen van het licht, die staan klaar, maar gebruiken geen zwaarden. Zij gebruiken het zwaard van de geest, wat puur vol liefde is. Dit mag niet, dit mag niet. Dit is tegen de liefde, tegen waarheid. Tegen het hoogste inzicht wat de mens geschonken is. Je mag zo niet met schepping en met elkaar omgaan. En zeker niet met dreigementen, zeker niet met oorlog, na oorlog, na oorlog. Want de hele geschiedenis van de mens, Boeddha zei het al, meren van bloed geplengd. Meren van bloed. We hebben gesproken over Elon Musk en over zijn doel zeg maar, van die satellieten. En Neuralink, is... Lusade, ja, van Neuralink, ja. Dat gaat in het tempo, ja. Jongen, op dit moment. Maar wat ook bijdraagt is dus die nanotechnologieën, ja. Om ons tot cyborg te maken. En ja, vele kijkers zullen vast wel gehoord hebben zeg maar, van nanotechnologie, maar kan jij dat nog een keer samenvatten wat dat nou precies is? Want er zit tegenwoordig in kleding en voeding en chemtrails en noem maar op. Want volgens mij is dat ook als doel om ons straks aan te sluiten op die reusachtige cloud. Als je het hoofdcomplot in de gaten krijgt, wat al in boek 1 nog, maar later Pike en Mazzini met een bepaalde achtergrond die we inmiddels wel kennen, en Pike, een generaal die hoofd van de Ku Klux Klan was, en die zeggen, er gaat een complot zich openbaren wat de hele wereld als een slang, let op de hof van Eden, reptilian, in de macht zal krijgen. Dit werd genoemd het testament van Satan, geschouwd door een coryfee, William Carr, die zo schrok, het naar buiten bracht en christen is geworden. Hij zei, het is de grootste aanslag tegen de goede mensen, de christenen en tegen de Christus. Want de kerk hebben er zo voor gezorgd dat bijna niemand meer met al die hulptroepen die straks aankomen, luidt, ik ben niet tegen buitenaards, verre van dat, ik ben... 30 jaar geleden begonnen met te zeggen, heel de kosmos is bevolkt. En ik ben ook niet tegen dat er federaties zijn, of dat dat niet kan. Dat is niet de bevrijding. En de technologie van nu, waarvan William Carr toen al vermoeden had dat die technologie, hij wist nog niet zo van nano en zo af, dan komt een technologie waarvan onderzoek aantoont, ook David, dat die niet van onze aarde is. Die is buitenaards. Lees je ook een boek aan nog. De mens kreeg kennis, magische spreuken en dingen die eigenlijk verboden zijn. Waarom? Om de mens kapot te maken. Want als jij als een Prometheus het vuur stilt van de goden. Goden zijn andere entiteiten dan de mens. Waarvan de Boeddha ook zegt, zij zijn ook sterfelijk. Trouwens, Psalm 87 zegt ook, met Yahweh in het midden, wij goden zijn ook sterfelijk. Yahweh, lees maar. Wie leest het? Terug naar de nano, waarvan William Carr al voelde, er komt hier een sluipend beest op ons af. De beest, zo gigantisch, dat als de mens niet pijlsnel bewust wordt, en ook als straks een nieuwe epidemie uitbreekt,
Je wordt of gepakt of gezet of dit en dat. Alleen door de kracht van elkaar kunnen we dwingen. En daar speelt nanotechnologie nu een hoofdrol in. Alles is besmet door nano. Wat betekent nano? In het Grieks betekent nano of nanos of nanos letterlijk dwerg. Dus het is zo klein en heeft te maken met een duizendste van een duizendste millimeter, zo groot. Dus dat gaat voorbij atomair. Dat is een wereld apart waarin bepaalde wetten van de fysica niet meer werken zoals we gewend zijn. En die nano of nanos, waarvan we al eerder zeiden, daar kun je gigabytes, giga, dat komt dus van de giganten en de reuzen die op aarde waren, daar kun je honderden bronnen van geven. Dus toen ik evolutietheorie moest studeren, had ik ook al iets met, wat is dat hier, wat nonsens. Er zijn toch ook reuzen geweest. Ik had een vriend die archeoloog was en die belde me op. Ik ga naar Rusland, Marcel, een skelet opgraven van een reus, 30 jaar geleden ongeveer. Wil je niet meegaan als antropoloog? Ik zei, dolgraag, maar ik kan nu niet. Hij vertelde me, toen hij bij de douane kwam, had hij een doos van een dijbeen, zo lang. En bij de douane toen vroegen ze nog, wat zit er in die doos? Oh, zegt hij, een dijbeen van een reus. Oh, loop maar door. Die hebben ook technologie gegeven waarvan je kunt bewijzen. Mm-hmm. Ik praat hier niet over theorieën, maar bewijzen. Niet één bewijs, niet 10 bewijzen. Honderden bewijzen dat die ook hier geleefd hebben en nog 3,5, 4,5, 6 meter. Of er nou de reus Gog heet of Og of Goliath. Tientallen voorbeelden. En die hebben ook technologie doorgegeven van we nu beginnen te dekken van hoe konden ze die grote steden bouwen en die monumenten en de piramide en noem maar op en dit en dat en dat en dat en dat. De nanotechnologie, die technologie is niet van ons. Is niet van ons. En die kan dus, laten we zeggen, onvoorstelbaar veel informatie, wat ze ook bij Zuckerberg doen, hè, op de meest kleine toestanden zetten. En als je al een smartphone hebt, smart schoenen, smart dit, smart dat, ben je al je informatie supersnel aan het uitleveren. En smart betekent overigens sluw in het Hebreeuws. Sluw en slim, smart. Ja, maar ook gewoon het Engels, sluw, slim. Hè? Wat ik weet ook van professor Petit, dat hij openlijk zegt, ze zullen zeker pogen dit in de vaccins te doen. Praat er maar even niet, want dan ben je ook complotist over de enorme oversterfte. Enorme oversterfte. We praten maar even niet dat coryfeeën als Ioannidis, denk aan Robert Kennedy nu, hè, die open en bloot een boek heeft geschreven, de gevaarlijkste dokter op aarde, Fauci, open en bloot zegt, vaccin is een biowapen. Met de grafeenoxide en ja, die nanotechnologie, die zorgt er eigenlijk voor. In die grafeen zitten ook die nanobotjes. Ja, ja. Ik wil eigenlijk zeggen dat hoe meer van die rotzooi je eigenlijk in je krijgt, hoe synthetischer het lichaam wordt, hoe makkelijker de mens over te nemen. Zo. En het komt in bloed. Mm-hmm. En wat gevolg daarvan is gigantisch. En met die nanotechnologie die overal zit, dus de biochemie, in de wapendeskundige technologie, in het eten vooral, voeding. Mm-hmm. Hè? Dus ja, we moeten ook erg op voeding letten. Mm. Hè? Dus met wat de Boeddha al zegt, hè? Juiste denken, juiste spreken, juiste handelen, juiste beroep, juiste voeding, juiste inzicht, juiste concentratie. Allemaal superbelangrijk. En dat kapot maken. Een levend voedsel maakt jou ook alleen, dat maakt jou levend. Tuurlijk, dat maakt je levend. Hè? Want als jij dood voedsel eet, en ik ben zelf hier de kok in huis, en ik zeg altijd tegen mijn rijken, als je kookt, en ik kook graag, moet je met liefde doen en met plezier. Want alle rotzooi die je zou willen vermengen met weet ik wat, dat is gewoon gif. Ja, om daar even op in te haken over die voeding, want daar heb ik nog iets moois over te vertellen. Ik heb toen een keer een onderzoek gezien van een Duitse professor. Die had 1000 jongeren gestrikt en die had hij verdeeld in 2 groepen. De ene deel van die groep kreeg dus voeding wat net van het land afkwam, van de bioboer. En de andere helft van de groep kreeg rotzooi, waar je voornamelijk in de supermarkt zeg maar, kan kopen. Nou, die groep die hebben ze dus losgegooid zeg maar, op een festival. Iedereen droeg ook een cameraatje bij zich. En aan het einde zeg maar, van dat feest werden die beelden teruggekeken. En wat bleek? Dat die jongeren die dat levend voedsel tot zich hadden genomen, hadden 4 tot 5 keer meer aanspraak zeg maar, met het andere geslacht dan de groep die rotzooi zeg maar, tot zich nam. En
kort daarna hadden ze een onderzoekje, hadden ze een broccoli, zeg maar, van een bekende supermarkt in een MRI-scan gedaan. Om te kijken hoeveel biofotonen, zeg maar, daarvan afstraalden. En een broccoli, zeg maar, net van een biologische boerderij. Ja, dat was een wereld van verschil. Die broccoli die net van het land afkwam, dat was 10 tot 12 keer meer aan biofotonen dan. Dus dat laat eigenlijk wel zien dat hoe meer levend voedsel je tot je neemt, hoe meer je ook gaat stralen. Ja, wat mooi dat je dit naar voren brengt en zo belangrijk. Want werkelijk alle grote leraren, allemaal, hebben geleerd vegetarisch of wat men noemt veganistisch. Geen alcohol, geen drugs, al dat soort toestanden niet doen. En wat zie je? De drugsproblemen in Frankrijk, Duitsland, bijna heel de wereld, Nederland, zijn enorm. Omdat de maffia van de drugswereld ook de jongeren van binnenuit kapot willen maken. Want je ziet hier dat hier duizenden jonge studenten per dag in de rij staan, omdat ze niet meer geld hebben om eten te kopen. En wat krijgen ze? Ja. Voedselpakketten van de Plus, studenten. Om het lichaam echt totaal uit balans te brengen. Ja. Hè, waar die transgendergekte ook een onderdeel is, zeg maar, om het lichaam uit balans te brengen, waardoor dat kwaad ook makkelijker bij jou naar binnen kan. Absoluut. En wat veel mensen niet weten is dat juist door het gebruik van alcohol of drugs, althans alcohol is ook drugs, dan gaat geforceerd eigenlijk die kruinchakra over, waardoor die entiteiten makkelijker bij jou naar binnen kunnen. Ja, en die hele, ik noem het maar een beetje plagend, LBGT van A tot Z, die hele beweging, die is ook aangestuurd. De protocollen van de machtselite staat, wij zullen het familieleven volledig kapot maken. Wat men niet zegt, ik heb een rapport uit Duitsland ontvangen, een paar dagen geleden. 43% van de jongetjes of de meisjes, ook een soort transhumanisme, die zich laten ombouwen, 43% pleegt zelfmoord. En wie onderricht deze jongeren nog, zo het mannelijke niet en het vrouwelijke tot één brengt? Yin en Yang in China, in je lichaamssysteem, het kundalini-vuur wat in de bruidskamer, de thalamos, uitkomt en wat dus een opening geeft, en de Christus gesymboliseerd met de doornen kroon die het voor de mensheid opent, via ook letterlijke bloedstoting, ook hier. Als je dat niet, laten we zeggen, meer kunt openen, plus een Neuralink, plus robotica en transhumanisme, dan is de ziel echt letterlijk voor een groot gedeelte kapot gemaakt. De goddelijke vonk niet, maar de ziel, het voertuig van die goddelijke vonk, is kapot gemaakt. Nou, dat is een mooie aansluiting, zeg maar, op mijn volgende vraag. Want wat is het dat ons mens maakt? Wat maakt ons tot mens? Ieder mens die een beetje zielenkracht in zich draagt, heeft letterlijk in de top van zijn rechterhartkamer een godsvonk. Die letterlijk ingeblazen is door Great Spirit, die geen begin en geen einde heeft. Met de potentie om als goden te zijn, maar niet zoals de Frankfurter Schule zegt, wij gaan dat wel even regelen, God eruit, de God op de troon. De God op de troon is een heel andere betekenis dan denken dat ze op een troon zitten zoals hier koningen en koninginnen. In het Grieks is tronijn, zetelen in de kosmos. De parel, het universum, is letterlijk op een bepaalde plek, mag ik het voorzichtig noemen, toch het midden, hè, voorzichtig, de zon der zonnen, die eindeloos kan stralen, is een krachtveld wat ongeëvenaard is en wat men noemt dat daar die kracht zetelt. En dat wordt vertaald, foutief, onjuist begrepen, met de troon van God. Denk jij dat God een troon nodig heeft? Zoals Lodewijk de 14e die zei, l'état c'est moi, ik ben de staat. Wel nee. Wat de mens tot mens maakt, is dat hij letterlijk bezield is met een goddelijke vonk, met een eindeloze potentie. Want in de kosmos spreekt men over Big Bang en Big Crunch, maar op dieper niveau is er geen begin en geen einde. Wat werkelijk GOD is, is van een immensiteit en een onnoembaarheid en een grootsheid onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Die universele geest probeert men op dit moment op allerlei manieren te ondermijnen, te zeggen dat bestaat niet, God bestaat niet, et cetera, et cetera, et cetera. De mens
kan zich kenmerken door goedheid, door liefde, vergevensgezindheid, barmhartigheid, aandacht voor alle levende wezens en ontplooiing maken tot een lichtwezen wat die in potentie is, is al, maar kan ontplooien. Al die dingen, die enorme potentie in de mens zit, waarvan ook de Boeddha wel eens heeft gezegd, zelfs de goden zijn jaloers op de mens. En Boeddha legt het bloot hoe universa. Ze hebben bewust dat Boeddha 600 voor Christus over universa sprak. Ik bedoel niet de vervallen dharma-theologie van tegenwoordig boeddhisme, wat niets meer met Boeddha heeft te maken. Die spreekt er openlijk over. En dan zegt hij, de goden zijn jaloers. Je hebt een potentie voor de Boeddha-natuur, lichtnatuur. Wat Christus zegt, het koninkrijk, en dat is niet een koninkrijk van Charles of Philip of de Oranjes of welke koning dan ook, die allemaal uit de bloedlijnen van een en dezelfde familie komen. Nee, the kingdom of God is letterlijk het lichtrijk, letterlijk nader dan handen en voeten. Zo dicht dat de Upanishads zeiden, het is verborgen in de holte van je hart. Zoals Christus ook zegt, wij zijn schat en schat bewaard in één. Ja, absoluut. De Christus heeft een boodschap gebracht. Ik voel ook een diepe, diepe, diepe liefde en connectie met dit. Alles wat ik zeg is fout, met deze wezenheid. Ik zou er uren over kunnen praten, willen praten. Ik heb iets geprobeerd in 3 delen van de parabels, 1000 pagina's. En ik snap ook, meen ik te snappen, waarom nu ook de oorlog tegen Christus liefde en tegen de christenen in alle revoluties is geweest tot de dag van vandaag. Omdat er namelijk een omwenteling aan de gang is, ook kosmologisch, wat onvoorstelbaar is. Onvoorstelbaar. En dat probeert deze macht, die archonten, heersers, vanuit velden van demonie, via allerlei toch buitenaardse verkeerden die hier geland zijn en de mens geïnfecteerd hebben, geslachtsgemeenschap hebben gehad met de vrouwen op deze aarde, proberen ze alles kapot te maken uit jaloezie, omdat ze zelf de liefde niet kennen. En ook voor hun, ja, kunnen mededogen. Nog vergevingsgezindheid en mededogen opbrengen. Want je hoeft je vijand nooit te verslaan. De vijand, zegt Krishna in de Gita, is reeds verslagen. Heb mededogen, ook met deze kwade krachten die onvoorstelbaar uit onwetendheid menen te kunnen heersen, terwijl ze na 100 jaar, 200 jaar, 100.000 jaar, 1 miljoen jaar, ook dat is niks in de kosmos. Wat je ook vaak zegt, goed en kwaad zijn uiteindelijk tweelingbroers. Tweelingbroers staat in de Nagamma, die teksten, prachtig. Maar de bedoeling is dat je beide tot één maakt. Hè? Zoals bij de kruisiging, de goede en de kwade moordenaar. Dat waren bandieten die uit de rebellie kwamen van Barabbas, hè, de moordenaar rebel. En die hebben ze bewust bij de Christus opgehangen, letterlijk. Er zijn tientallen verslagen van. Om duidelijk te maken dat de Christus en die immense liefde, ook nog zegt, Vader, ongrond van de kosmos, zijn van alle zijn, dat wat is wat onnoembaar is, vergeef het. Want ze weten niet wat ze doen. En dat is true, that's absolutely true. Dat wij een potentie hebben om zelfs het boze, je moeder benoemen. Christus heeft gezegd, het zal van de daken worden afgeroepen. Daar zijn we nu mee bezig. Maar we moeten nooit in geweld komen en nooit in agressie en nooit in niet kunnen vergeven. Dus dat is kenmerk van ons. We hebben een immense mogelijkheid als we nu de komende maanden en jaren superbewust in positieve, liefdevolle resistentie staan. Anders komt er weer een volgende wereldronde en komt er weer veel lijden. Ja, een nieuwe cyclus. En je kan in het rijk van het licht, wat geen grens heeft, Christus zegt, ik ben de alfa en de omega, bedoelt hij binnen deze cyclus, ben ik het licht der werelden. Absoluut licht. Weet je niet, om het eventjes af te ronden, dat ook gij het licht der werelden zijt. Marcel, AI ontneemt de mens de kans om zelf na te denken. Er wordt voor hem gedacht. Terwijl er zulke belangrijke vragen zijn, zoals, wie ben ik? Wat ben ik?
waarom ben ik hier? Waar ga ik na mijn dood naartoe? In plaats van, wat voor selfie ga ik dit keer maken? En welke voetbalclub moet nu tegen welke voetbalclub? Ja. Ja, en uiterst actueel voor de tijd van nu. De vraag die ieder mens eigenlijk dagelijks zou moeten stellen in de zoektocht: wie ben je? Wie ben ik? Wat ben ik? Waarom ben ik? We zijn allemaal opgevoed ook in de filosofie. Het grapje heb ik al eens vaker verteld met Descartes, Franse filosoof. Je pense, donc je suis. Ik ben ook opgevoed in de filosofie van je pense, donc je suis. Ik denk, dus ik besta. In Latijn cogito ergo sum. En eigenlijk geeft ook de hele filosofie, wat letterlijk betekent de wijsheid beminnen, philein sophia, behalve de werkelijke filosofen, geen antwoord. Want als Descartes in Frankrijk een beroemd filosoof wordt genoemd, moet je altijd de vraag stellen die we al eerder stelden. Ik denk, wie is ik? Wat is denken? Dus, conclusie, wat is de conclusie van ik denken? Dus ik besta, dus als ik niet denk, besta ik niet. Simpel. Grote filosoof als Socrates, die nooit een boek heeft geschreven. Hè? Socrates bracht zijn wijsheid naar anderen. Plato, Pythagoras heeft reizen gemaakt in heel de wereld. Hij heette eigenlijk met zijn Indiase naam, sorry, Pythagoras, leraar van het ene. Hij was in India, hij was in Afrika, heel veel landen en bracht een schitterende wijsheid uit praktijk. En werkelijke grote filosofen zijn die ervaring hebben gehad. Dus die spreken niet over theorie, maar ervaring. En die zullen allemaal overeenstemmen, ook met je vraag wat is mens zijn, wat is je bedoeling, waarom ben je hier? Allemaal unaniem dezelfde gevoelens en visie. Of je nou praat ook met de Soefi-wijze, Rumi, Al-Attar, vele zeggen allemaal hetzelfde. Je bent hier om te realiseren het koninkrijk in je. Je hebt een enorme potentie, maar dat wordt op scholen niet geleerd. Grote filosofen die gaan tot de kern, gaan tot de essentie, nemen niet aan wat zomaar gezegd wordt. En die proberen te achterhalen en te onderzoeken wie ben ik werkelijk, wat ben ik, enzovoort. Nou, de Nag Hammadi-bronnen, die in 1945 in die bekende kruiken zijn gevonden, die hebben zo'n schitterende informatie. Zo'n schitterende. Maar als je die werkelijk gaat lezen, bijvoorbeeld iedere dag, kom je zo'n diepe teksten tegen wie je bent, wat je bent, waarom je bent. Zo onvoorstelbaar. En niet voor niks dat de kerk met haar toch typisch mannelijke trekken, met rijkdom in het Vaticaan, met een Rothschildbank in het Vaticaan, Christus zei toch heel eenvoudig, verzamelt u geen schatten op de wereld. Hij kwam niet op een schimmel, zoals Napoleon met zijn mooie kazuifel en zijn merovingerbijen op zijn kleed. Hij kwam op de rug van een ezel. Iedere Joodse mens, en er waren duizenden Joodse mensen die geweldig van Yeshua hielden. Er waren Grieken, Romeinen, Joodse mensen. Vergeten we niet, bijna de meeste leerlingen waren Joodse mensen. Met een parel van een ziel die de boodschap van de Christus onmiddellijk voelde als oude ingewijde. Wel nu, Yeshua komt op een ezeltje, symbool wat iedereen kende, op een lastdier. Ik neem de lasten van de wereld op mij. Spot maar als je wil. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De wereld is een brug. Ga er overheen. Maar bouw er je huis nooit op. Er zijn boodschappen aan de mensen gegeven, dat zijn de werkelijke boodschappers van de ene, die je ook bij grote profeten ziet. En we denken altijd dat de grote profeten alleen uit het Oude en een stukje Nieuwe Testament komen. Maar een profetische mens bestaat tot de dag van vandaag. Die bestaan. Een evangelie betekent er ook evangelie een goede boodschap. Absoluut. Evangelie betekent letterlijk euangelion, de blijde boodschap. Hoe kan ik vrijkomen uit deze gigamatrix? Want die is er. Die is er. Deze imitatiewereld. Ja, want AI probeert dat juist te voorkomen, dat mensen die vragen. Alles. Alles AI probeert
doordat ze jou kunnen gaan besturen, jou als een antenne. Niet alleen dat je die vragen niet meer stelt, dat wordt ook afgeleid door brood en spelen. De oude Caesar zeiden in het Romeinse Rijk, wil je de mensen dom houden? Mm. Dom, brood en spelen. Wij noemen dat nu Olympische Spelen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk heeft geen troon. Mijn kroon heeft geen kroon, zoals hier de gouden kronen met een onvoorstelbare tentoonstelling erbij. Mijn kroon is mijn liefde, die straalt iedere dag. Ik ken alleen maar liefde, ik ken alleen maar waarheid, ik ken alleen maar licht. Mens, weet je werkelijk wie je bent. En dat is ook de reden, denk ik, dat AI... Waarom willen ze niet dat wij die vragen bij onszelf kunnen... Dan zijn ze macht kwijt. Ja, precies. Omdat ze bang zijn dat wij erachter komen wie wij werkelijk zijn. Hè? Dan zijn ze macht kwijt, zoals David en ik een keer zeiden met een lang gesprek. They are afraid of us. En dan kan je ook stellen... Hoor je goed, Lucade, even. They are afraid of us. Mm. En wij willen geen angst aanjagen. Wij willen geen macht. Mm. De kinderen van het licht, de mensen die een beetje bewust zijn en vanuit het licht gaan handelen, die willen geen macht, die willen geen roem, die willen geen geld. Als ze al iets willen, proberen ze de wil, die ook geen wil is, van de ene te realiseren. Wie je bent, een liefdeswezen, een lichtwezen, een parel van een wezen. En AI probeert in de komende 1,5 jaar, geef ik het ruim, al dit soort dingen te vernietigen. Al dit soort dingen. Ja, ik zeg ook wel eens tegen mensen, dat als je alle machthebbers zou verzamelen, hè, stel je kan ze allemaal oppakken en je zou ze allemaal plaatsen op het eilandje Ameland, ik noem maar iets, is dat hele eilandje gevuld. En de hele wereld luistert naar dat ene eilandje. Als je daarover gaat nadenken, dat is eigenlijk... Ja, te zot. En als je het over Argonten hebt, in het Grieks betekent Argein, macht regeren. Dus Argonten zijn krachten, velden. Als Christus zegt, wij strijden niet alleen tegen de Argontoi, de machten in de wereld, maar vooral in de hemelse dimensies van het huis van de Vader, dan moeten we nooit vergeten dat oligarchen is, je moet soms woorden letterlijk even nemen, komt uit het Grieks olig, archein. Dat betekent letterlijk een regering van weinigen. Ze hebben alle macht, weinigen. Het zou jammer zijn van eiland Ameland, vind ik trouwens hoor. Ik kan wel een betere bosgedeelte bekennen waar ze voorlopig even veilig kunnen zitten. Maar oligarchen wil dus zeggen dat de top van de top van de top bestaat hooguit uit 100 mensen. Mm-hmm. Die hebben een macht en een kennis, een technologie. Veel komt letterlijk, hè, want mensen denken wel eens dat ik tegen buitenaards ben. Absoluut niet. Ik ben niet tegen mijn eigen broertjes en zussen. Maar de Boeddha en Christus hebben geleerd hoe diep de bevrijding gaat. En ik vind dat je die boeken absoluut moet lezen ook en moet kennen ook, moet weten. Want het gaat heel diep en het gaat heel ver. En die oligarchen, soms zitten ze ook letterlijk in de olie met een E. De oliebaronnen noemen ze. En baronnen hebben ander bloed, blauw bloed. Dat is niet mijn bloed. Ik heb gewoon rood bloed. Ik ken de rhesusfactor ook nog. Maar hoe is mogelijk dat een EU, een Verenigde Naties, een World Health Organization, bijvoorbeeld Bill Gates bezit de hele World Health Organization. Hij bepaalt wanneer vaccins komen, of er steekvliegen en muggen moeten komen die zich vermengen met anderen. Ik lees bijvoorbeeld graag iedere dag in de Boeken der Wijsheid, omdat me dat diep, diep, diep inspireert. En dan lees ik bijvoorbeeld Johannes de Doper, die lang haar had en een grote baard. Dat was een Nazireër en een verwante met de Essenen. Die doopte nog met water en niet nog met vuur, met geest. Hè? En wat at die staat er in de Bijbel? En iedereen zegt, ja, Johannes at insecten, want er staat dat hij sprinkhanen at. Maar Bill Gates was er niet eens. Die was er nog niet eens. Hoe kan die dan insectenvoer eten? In het Grieks staat er akrides, dat zijn peulvruchten van de Johannesbroodboom. Ja? Dus mag ik aannemen dat Bill Gates ons ook peulvruchten van de Johannesbroodboom geeft. Waardoor we al de doop van het water kennen. En meneer Bill Gates met zijn andere olie, IE dit keer, Argein, de wereld regeert. Dit kan niet. Ze hebben een macht waardoor democratie wordt ook wel eens het minst slechte stelsel genoemd. Hè? Ik leef in maar de... Maar ja, ze denken uiteindelijk dat ze macht hebben. Maar het hele trieste aan het hele verhaal is dat zij niet eens beseffen dat zij zelf ook gevangen zitten. Met David een keer een gesprek gehad dat hij zei,
Wherefore are we doing it? For one thing, for love and compassion. Marcel, kan je stellen dat alle technologie in feite een imitatie is van wat wij mensen van nature al zijn? Helemaal, Lusado. Kom ik weer naar Nagamadi. En het is voor mij, ik ben iedere dag, laten we zeggen, mijn meditatie bestaat uit continu alles wat gebeurt is mijn meditatie. En mijn meditatie is iedere dag proberen, want je kunt ook je maakt ook foutjes. Iemand zei tegen mij, je bent toch een mooie leraar. Ik zei, maar ik ben ook hopelijk een goede leerling. Als je de laatste vergeet, hou je mond. Dus je leert iedere dag uit wijsheid, ontmoetingen, elkaar ontmoeten, ook in de kwetsbaarheid. Oh ja, dit kunnen we bijstellen, dat. En dan kom je erachter dat bijvoorbeeld in de Nagamadi-bronnen staat zo'n diepe wijsheid over de imitatiegeest. Je weet niet wat je leest. Bijvoorbeeld een boek als De Wijsheid van Jezus Christus. Lees het Evangelie van Filippus. Lees Thomas. Er zijn tientallen boeken en daar komt continu de uitdrukking dat de Agontoi ons tot slaaf willen maken, wat nu aan de gang is, echt tot slaaf. En dat ze via een imitatiegeest, dus ik was zo door die postbode ontroerd, die zei, is Yahweh Yaldabaoth een artificiële intelligentie? Dat is een kunstmatige geest die de schepping wil overnemen met kunstmatige vormen, waarvan de laatste uiting artificiële intelligentie niet anders kan zijn. Want niets is verbonden met liefde. Liefde, al zou je de hoogste kennis hebben, zegt de Christus. Al zou je het hoogste weten hebben. Maar je kent de liefde niet. Je zegt niets. Dan weet je niets. Je zegt niets. Dus die artificiële intelligentie, artificieel, kunstmatig, imitatie, en Nagamadi openlijk zo benoemd, imitatiegeest, waarbij we misschien nog gaatjes en scheurtjes moeten vinden hoe is het precies gegaan, maar diep in je hart weet je het, dat deze machten die door velden worden aangestuurd. Ik heb een keer een lange ontmoeting met Rupert Sheldrake gehad, en dat was een cruciaal punt in mijn leven en zijn leven. We hebben samen een interview gedaan voor de Engelse televisie. En Rupert zat in hetzelfde hotel waar ik logeerde. We hadden beide een conferentie in hetzelfde gebouw. Hij komt naar me toe, zit naast me, ging ontbijten. En toen zei hij, Marcel, I just came back from the Mount Segur. Dat is onvoorstelbaar. En toen hebben we over morfogenetische velden gesproken. En die velden zijn nooit weerlegd. Hè? Je weet dat Sheldrake heeft een enorme prijs uitgereikt. Als je dit kunt weerleggen, oké, niemand heeft die 20, 30.000 dollar ooit gewonnen, want ze konden niet. Maar argontische krachten, die dus negatief zijn, waar morfogenetische velden alles connecteren. Als ik hier bij de bloeiende lavendel een keer ga staan, hij is nu een beetje uitgebloeid, dan leg ik letterlijk mijn oor wel eens te luisteren naar die honderden bijen. En dan luister ik. Op andere. Ja. En dan lees ik in een boek beneden over bijen, dat die helemaal geconnecteerd zijn wanneer de plaats voor die is, en dan die, dan de honing, met een morfogenetisch veld. Positief, liefdevol om dienstbaar aan het hele scheppingsgebeuren te zijn. Maar dan moeten we ook de andere kant leren kennen. Dat is ook de diepere betekenis van deze eindstrijd en ook van deze machten en krachten, waarvan een groot mysticus als Jacob Boehme al zei, je moet ze leren kennen. En dan veroordeel je ook niet. Als ik net wat voorbeelden geef van die en die, bedoel ik nooit een groep als totaal te be- of veroordelen. Ik ben geen rechter. Ik wijs een paar figuren aan in de hoop ook hun bewust te maken. Je kunt nog terug door naar binnen te gaan. Je kunt nog terug. Dat betekent dat wij nu in een toestand beland zijn van democratie bestaat echt niet meer. Mensen die wij ontmoeten, gewoon de arbeiders die de basis vormen van het hele maatschappelijk gebeuren, het minst verdienen, hè? Want dat is niet voor niks, dat ze ook nog het minst verdienen ook nog. Hè? Zo heeft Tom Marx gezegd, je moet kapitalisme scheppen en je moet de andere kant scheppen. Dus het proletariaat, dan kun je ze laten botsen met elkaar en dan kun je de wereld Marx, hè? Ja. Inpakken. Dus die krachten en machten worden aangestuurd door velden. Er moet altijd polarisatie zijn. Moet altijd polarisatie. Je leeft
We hebben het daar samen met jou, met andere vrienden, vriendinnen diep over gehad. We leven in een dualistische wereld. En er is een mogelijkheid, die dualiteit, dat je die kunt overstijgen. En dan ken je in de hele kosmos alle krachten en machten. En als je dan tot, wat men met een chic woord noemt, verlichting komt, the kingdom of God. Tegenwoordig een heel besmet woord. Ja, heel, heel besmet. Het is zelfs bijna verwant aan Illuminati. Maar ik bedoel, het woord licht zit daarin. Hè? Dus dat je weer tot het licht komt wat je bent, ja, dan heb je alles mogen doorstaan, begrijpen. En kun je terug naar het huis van de vader en moeder. Want dan ben je in vrijheid al die krachten en machten mogen ontmoeten. Was je zonder vrije wil gecreëerd, was je al een robot. Was je al een robot. Dus je hebt dat allemaal mogen kennen. En de AI, dat wil dus niet zeggen dat we mogen zeggen, ja, ik geloof het wel, laat ze maar rustig in gang gaan, komt allemaal in orde. Nee, het komt niet zomaar in orde. Ja, want dat is ook iets uit de New Age, hè? Zo van, oké, ik ga maar zitten en dan alles moet gebeuren zoals het moet gebeuren. Ja, dat is niet helemaal waar. Het gebeurt mede met onze vrije wil en toestemming en keuzemogelijkheden die we verzaken of niet verzaken. We hebben iedere keer een keuzemogelijkheid. De keuzemogelijkheid verdwijnt pas als Arjuna op het strijdveld staat, hij was opgevoed als krijger. De hoogste, art martial, de hoogste. Mm-hmm. Ik wil het niet, dood me maar, zegt hij, dood me maar. En dan zegt Arjuna, luister, jij moet je dharma nu vervullen. En pas als je dit doet, in vrije keuze, dat is niet meer jouw wil, maar die ene wil die door jou heen gaat. Geef je voertuig maar aan mij.